Zo hebben wij ongeveer 530 vreemdelingen geregistreerd die graag de Surinaamse nationaliteit willen hebben. Laat me dat. En de grootste groep bestaat uit Guyanezen. Het andere, weet je, als je zo bezig bent met een project uit te voeren, dan komen er andere problemen boven water drijven. We hebben onze Indiaanse broeders en zusters van Washabu, Apura en Section. Zij vallen onder district Sipaliwini, maar ze hebben een sterkere binding met Nikeri. Men komt hier vaker werken en wonen. Het is gebleken dat deze mensen, en ik schat zo'n 50% van de bewoners van Apura, Washabu en Section, drie dorpen zijn daar, dat deze mensen dus, omdat ze een nomade leven leiden, hebben geleden, in het verleden vooral, begrijpt u dat ze in Guyana meer waren dan in Suriname. Waardoor ze hun burgerplichten hebben verwaarloosd. Het resultaat is vandaag dat deze mensen geen stukken meer kunnen overleggen, bescheiden, dat ze dus van Surinaamse kom af zijn. Ze hebben geen akte bij CBB. CBB kent ze niet. Onze bedoeling is, wij van het kabinet NDP Nikeri, om een beroep te doen, een politieke beroep te doen op de huidige regering, onze regering, om ervoor te zorgen dat deze doelgroep een speciale registratiecampagne krijgen, zodat men hun zaken binnen 1 of 2 dagen in orde kunnen maken. De omstandigheden al daar hebben toegeleden dat deze mensen dus zover zijn vandaag. Tussen haakjes, ze zijn geboren Surinamers en getogen ook, maar ze komen niet aan in aanmerking voor AOV of een dokterskaart of wat dan ook. Omdat CBB hun niet kent. Ze kunnen geen enkel stuk uittreksel gaan afhalen daar. En het is nodig dat wij snel als mogelijk een oplossing vinden voor deze doelgroep.